Hartelijk welkom voor weer een filmpje over 3D printen. Dit keer heb ik besloten om eens een filmpje te gaan maken over het basic gebruik van het programma Tinkercad. Tinkercad is eigenlijk het simpelste programma wat er bestaat als het gaat om 3D design. Tinkercad is eigenlijk gewoon een website. En de website van Tinkercad die zien we hier dan ook bovenin staan, www.tinkercad.com. Je moet een account aanmaken bij Tinkercad. En als je dat gedaan hebt, dan kun je gaan inloggen bij Tinkercad. En dat is dan ook wat ik nu ga doen. Ik moet alleen heel eventjes iets uit de weg halen, anders kan ik er niet bij. Dus ik klik op Sign In. En dan ga ik mijn gegevens invoeren. En vervolgens kom ik als het ware in mijn gallery terecht, waar al mijn designs staan. Bovenin vinden we dan een button naar Create New Design. En die ga ik aanklikken, want ik wil natuurlijk iets nieuws gaan maken. Ik heb al eens in een eerder filmpje verteld dat in Tinkercad eigenlijk gewerkt wordt met materie en antimaterie. Dus iets fysieks en iets niet fysieks. En als je dat dan samenvoegt, dan heb je mogelijkerwijs, als je dat goed doet, iets fysieks met een gat erin. En dat is wat we gaan doen. Wat ik ga maken, we gaan een heel simpel huisje maken met wat raampjes erin, een deurtje erin en een dakje erop en een schoorsteen erop. En ik ga laten zien hoe we dat gaan doen. We beginnen eigenlijk hier links bovenin, want dat is wat Tinkercad doet. Hij geeft het gelijk een hele rare naam en die namen zijn absoluut heel raar. In dit geval heet dat ding niet Yarf. Nou, dat gaan we veranderen natuurlijk. Dat doen we simpelweg door erop te klikken. En ik noem het huisje Tinkercad. Zo. En dat is dan nu veranderd. Met Enter bevestig je het. En zo heb je de naam van het huisje Tinkercad. Aan de rechterzijde zien we allerlei figuurtjes staan. En je ziet eigenlijk al een heel klein beetje wat er aan de hand is. We zien bijvoorbeeld een vierkantje in het rood en een cilinder in het oranje. Daarboven staat datzelfde vierkantje in grijs gestreept en die cilinder ook in grijs gestreept. Nou, die rood gekleurde en die oranje gekleurde, dat is de materie. Die grijs gestreepte, dat is de antimaterie. Maar het houdt natuurlijk niet op met vierkantjes en cilinders. Want als we verder kijken, dan zien we bollen, scribbles, daken, cones, nou, tekst, piramides enzovoorts. Weliswaar zie je hier nog niet gelijk ook de antimaterieversie bijstaan, maar straks als we hem aanklikken krijgen we een menu te zien waarin we kunnen kiezen of het materie of antimaterie moet zijn. Nou, we gaan beginnen met ons huisje. We hebben hier onder het werkvlak staan. Er is helemaal rechtsonder nog iets te zien over grid en dergelijke, maar daar gaan we ons vandaag niet mee bezighouden. Dat heeft te maken met hoe zuiver je wilt ontwerpen. Maar we gaan beginnen met een box te maken, want een huisje is basic een box die van binnen helemaal open is. Dus we pakken dat huisje op, we pakken die box op aan de rechterkant. En die sleep ik naar dat blauwe veld hier en ik laat hem daar los. We zien vervolgens een aantal zaken verschijnen. Dat zijn die stippen die je daar ziet. Die cirkel die ga ik even weghalen, want die verwacht even. Dit is wat ik bedoelde. We zien hier die stippen, die witte vierkantjes, dat zijn er 5 stuks. En dat heeft dus te maken met de maten. We zien er ook wat draaikurves bij staan. En dat is om het object straks te draaien als we dat zouden willen. Maar we gaan eerst de maten maar eens bepalen. En dat doen we door op een van die witte blokjes te gaan staan. En dan zien we dat er maten verschijnen. En die zijn in millimeter. Nou, ik ga dit huisje maar eens maken. Nou, wat zal ik eens doen? 8 centimeter bij 8 centimeter. Laat ik dat maar doen. Dus wat doe ik? Het zijn millimeters, hè? 8 centimeter is 80 millimeter. Dus ik klik op dat bolletje rechtsonder. En ik verander simpelweg de waarde onderin. En de waarde aan de rechterzijde in 80 centimeter. En ik heb mijn blok. Als je hem wilt verschuiven, wat meer naar het midden wilt zetten, dan houd je simpelweg je muisknop ingedrukt op het object. En je sleept het object naar de plek waar jij dat wilt. Dat is de eerste stap. Dan hebben we dat blokje daar middenboven. Dat is deze hier, zeg maar in het midden van dat rode vlak. Dat is degene die de hoogte bepaalt. Daar gaan we ook even naar kijken.
En die staat ook op 20 mm, dus op 2 centimeter. Maar voor een huis is dat een beetje laag. Dus wij gaan daar 40 van maken. Dus ik klik hem aan en ik maak 40 mm van de hoogte van ons huis. Ja, als ik eerlijk ben en ik kijk even naar de maten, dan vind ik hem nog klein. Dus ik ga hem iets groter maken. Ik ga hem 60 maken. Want dit is eigenlijk ons huis, zeg maar als het ware. Goed, nu hebben we dus een massief blok van 80 mm diep, 80 mm breed en 60 mm hoog. Maar het is nog steeds een massief blok. En ik wil natuurlijk een blok hebben wat in feite open is, want je huis bestaat uit kamers en dat is niet iets waar je niet in kunt lopen, dat je tegen de muur aan loopt. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dus wat gaan we nu doen? We gaan een box maken met antimaterie. En dat is dus dat die box daar rechtsboven met die grijs gestreepte lijnen. Ik wil ook even hier nog even laten zien dat je de kleur van de rode box kunt veranderen. Als je daarop klikt, krijg ik een kleurenpalet. Maar dat heeft verder geen andere betekenis als alleen maar om objecten uit elkaar te houden. Want als je het gaat printen, dan gebeurt er eigenlijk niks meer mee. Daarnaast, als we dit blok liever in antimaterie hadden willen hebben, dus in holle ruimte, dan klik ik op die grijze, dan heb ik hem in holle ruimte, dus op die grijze gestreepte cirkel. Maar in dit geval moet het materie zijn. Oké, dan ga ik dus de box maken met antimaterie. Die ga ik ook oppakken, die sleep ik ook naar dat veld. Maar als ik die nu dezelfde mate zou geven, 80 diep, 80 breed, 60 hoog, dan is eigenlijk ons hele blok straks weg. Dus dat willen we niet. We willen een buitenrand houden van, nou, maar zeg maar even zeggen 2 mm of zo. Dat is eigenlijk genoeg. Dat betekent dat ik zowel links, rechts, voor als achter 2 mm eraf moet tellen. En dat betekent dat de grondoppervlakte van onze antimaterieblok 76 mm moet zijn. Dus ik klik weer op een van die hoekjes. En ik ga ingeven dat ik 76 mm wens te hebben. Ja, je ziet dat die gelijk verspringt. Maar je kunt ook op die bovenste klikken. Dan komt die waarde erboven te staan. Dus dan kan ik hem daar klikken. Zo. En nog iets anders. Ik wilde hem hoog hebben. Want hij was 60 mm hoog. En in dit geval mag die wel helemaal hol zijn. Dus de hoogte gaat naar 60 mm. Dan heeft die qua hoogte dezelfde maat. Maar niet qua de breedte en de diepte van het object. Ik ga het vervolgens verslepen naar het midden van die rode box. Maar je ziet gelijk al, dat is best wel lastig. Hoe gaan we dat nou het makkelijkste doen? Rechtsbovenin zien we een aantal icoontjes staan. Op dit moment, dat is diegene waar hier naast import, die twee driehoekjes met die lijn ertussen. Nou, daar hebben we nog niet zoveel aan. Dat is ook niet degene die we nodig hebben. Dat is het spiegelen van een object. Maar daarnaast, en hij is nog grijs, dat zijn die twee vierkantjes, of die twee rechthoeken die boven elkaar staan met dat lijstje, het lijntje erlangs. Nou, wat gaan we nou doen? We gaan allebei die objecten selecteren. Dus we gaan linksboven staan, houden de muis ingedrukt en ze selecteren ze alle twee. Zo. En nu zien we dat die met die rechthoekjes en dat lijntje, dat die dus actief is. Dus we gaan nu die knop aankiezen en kijk wat er op het scherm gebeurt. We krijgen nu zwarte cirkeltjes met lijntjes ernaast. Even in de gaten houden dat diegenen die aan de rechterkant zitten, dat is de hoogte. Maar de hoogte hoeven we hier niet aan te passen, want die is identiek. Dus in beide gevallen 60 mm. Maar onder zien we drie blokjes. Als ik op de linker zou drukken, dan zou het antimaterieobject tegen de linkerkant aanzitten. Zou ik op de rechter aan de onderzijde drukken, dan zit hij tegen de rechterkant aan. Maar ik wil hem in het midden hebben, dus wat doe ik? Ik druk deze button hier en hij zit precies in het midden. En zie dan dat er hier ook aan de rechterkant drie van die buttons zitten. En daar pak ik natuurlijk ook de middelste van. En voilà, als je goed kijkt zit nu ons antimaterieblok keurig in het midden van het materieblok. Wat ik nu ga doen, ik ga ze weer allebei selecteren, net zoals ik het net deed. En nu heb ik hier bovenin nog een knop zitten die actief is. En dat is diegene met dat vierkantje en dat rondje die daar naast dat lampje zit. Net boven dat rode cirkeltje, zeg maar, als het ware. En dat is de knop om de twee objecten samen te voegen. Nou, en dat ga ik doen. En wat krijg ik dan? Een hol
vierkant. In feite staat nu de muren van ons huis staan. Alleen ik wil graag een deur erin hebben. En dat betekent wederom een vierkant. Dat vierkant kan ik namelijk ook als rechthoek gaan tekenen. Dat ga ik doen. Nou is een deur nooit 60 hoog. Hè? Dus ik denk dat deze deur, nou wat zullen we eens doen? 30 gaan we er maken. Dus we doen dat middenblok, die hoogte, die gaan we op 30 mm. Ja. Ja, als je hem zo erin zou gaan zetten, we gaan hem even erin plaatsen, dan is die deur nog wel redelijk breed, vind je niet? Dus ik ga hem iets minder breed maken, ik ga hem eens even 15 maken. Even kijken of dat beter is, dus even om de proportie een beetje netter te hebben. Ja, dit is wel een aardige maat. En daarmee ga ik dan dus, nu ben ik een beetje aan het rommelen, want je kan ook uit elkaar schuiven, dus ik moet weer even terug naar die 15 mm. Zo. En nou ga ik dus die deur erin maken. Nou, dat doe ik op gevoel. Je kunt er overigens aan de linkerzijde hierbovenin, kun je het object ook een beetje draaien. Dus je kunt een beetje spelen met hoe die eruit ziet en met wat jij te zien krijgt. Zo. Nou, dan klik ik die antimaterie aan. Ietsjes naar links, zodat de deur op een goede plek komt te zitten. Even kijken of die ook aan de binnenkant er doorheen komt. Dat komt die. En nu ga ik in feite dus een gat maken. Dus wat doe ik? Ik selecteer ze weer allebei. En ik voeg ze weer samen. Hoppakee. Ah, het deurgat zit er ook in. Nou, dan gaan we maar eens een raam maken. Een raam is best wel iets lastiger. Want we willen eigenlijk wel een raam met spijltjes erin hebben. Nou, dat gaan we dan eens even proberen te doen. Dus we gaan weer dat vierkantje pakken. En dan gaan we raampjes maken. We maken ze weer 15 breed, want ik vind nou 15 breed, ik denk 2 keer 15 breed. Dan is je dubbele dikte van de deur, zeg maar. Dus we maken hem 30 mm. Dat is een aardige. Maar dan kan je hem dus niet, zeg maar, met vier speeltjes en zo maken. Hè. Dus als je dat zo zou doen, dan zou het hele raam ongeveer dit zijn. Dus dat gaan we niet doen. We gaan toch de waarde 15 gebruiken. Zo. Die hoogte, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi, die 20. Alleen nu komt het probleem. We willen natuurlijk het raam niet gelijk met de bodem hebben. Het raam zit niet normaal niet in je bodem, maar die zit hem hoog. Nou, zie dan, als je goed kijkt, zie je daar ook zo'n zwart driehoekje zitten boven dat object. En daarmee kun je het object omhoog trekken. Nou, dat ga ik doen. En ik ga hem, nou, wat zal ik eens doen? Een millimeter of 15, denk ik. Dus ik pak deze hier, ik hou de muisknop ingedrukt en je ziet die waarde ook veranderen. Dus ik hou in de gaten dat het 15 mm is. Zo. We zien gelijk even twee dingen. We zien A, bovenin dat die 15 mm omhoog is gegaan. Maar we zien onderin ook dat hier nu wordt aangegeven dat die 15 mm vanaf de bedbodem zit. En dat is ook wel belangrijk om te weten, want stel dat dit zeg maar op het printbed gestaan had moeten staan, dan had hij dus 15 mm omlaag moeten. Nou, dat gaan we nu niet doen. We gaan hem nu op zijn plek zetten. Even kijken, zodat hij door het object heen komt. Maar hiermee heb ik nog geen spijlen. Dus dat ga ik toch nog niet doen op deze manier. Ik ga namelijk simpelweg... Ik ga vier van deze blokken maken en die ga ik alle vier eruit halen. Alleen, ik zie hier ook al dat zeg maar de hoogte, dat is toch een beetje te hoog. Dus ik ga hem ook 15 mm hoog maken, want die was nog 20, dat was dat witte blokje hierboven. Dus ik ga hem 15 maken weer. Zo. En dan ga ik dat object kopiëren. En dat doe je eigenlijk op de Windows manier. Je selecteert het, je doet Ctrl-C... Je gaat ergens anders staan en je zegt Ctrl-V. En nog een keer. En nog een keer. Want nu heb ik vier van die blokken. Ik pak het eerste blok. Die moest dus op 15 mm zijn. Oké. Tweede blok. Ook op 15 mm. Even een heel klein beetje spelen met je aangezicht, zodat je ook een beetje kan zien. Hoe ver zitten ze nou van elkaar? Nou, hier van de bovenkant kan je het zien. Met de plustoets kan je inzoomen. En met de mintoets uitzoomen. Dus je kan het nog allemaal net iets beter in beeld brengen. Nou, dan zit ik met het probleem dat de twee overgebleven blokken,
Die zitten nu eigenlijk te laag. Dus ik ga deze, want ik vermoed dat die binnenrand hier ongeveer 2 mm is. Hè, dat is die laag die hier tussen zit. Dus hier moet ook de horizontale spijl moet 2 mm zijn. Dus we hadden 15 mm van de grond. 15 mm van het raam. Dus dat is 30 mm bij elkaar is de bovenkant. 2 mm er nog bij voor de spijl. Dus we gaan hem op 32 brengen. En dat nu, als ik dat even mag inzoomen. Kijk, bovenin zie je dat ik nu 7 mm omhoog ben gegaan. Maar onderin staat dus hoe ver die van het bed is. En die moeten we dus naar 32 brengen. Dus hoe ver is die van het bed? 32, dat moet hem zijn. Dus die onderste moet op 32 staan. Zo. En dat doen we met die andere ook. Precies hetzelfde. Okidokie. Dan kunnen we die objecten ook weer naar hun positie gaan schuiven. Even kijken. Ik denk dat die zo goed staat. Gaan we zo even heel goed naar kijken. En deze. Oké. Even kijken aan de linkerzijde. Is dat ongeveer hetzelfde? Ja. Rechterzijde hetzelfde. Diameter hetzelfde? Ja. Volgens mij is het goed zo. Dat is een beetje ook op gevoel werken. Ik selecteer weer alles tegelijk. En ik voeg het weer samen tot één object. En wat heb ik? Ik heb een keurig raam in ons huisje zitten. Ik ga even uitzoomen weer. Zo, ik heb weer een keurig raam in ons huisje zitten. Nou, aan de zijkanten hebben we wat simpelere ramen. Dit was alleen maar even om te laten zien hoe je dit doet. Aan de zijkant hebben we wat simpelere ramen. Dus ik pak weer opnieuw zo'n blokkie. Ik maak hem nu wel 20 hoog bij 20 breed. En ik ga hem op, nou deze op 20 hoog doen denk ik. Dus ik trek hem naar 20 hoog. Zo, even draaien zodat we die zijkanten zien krijgen. En dan gaan we dit raampje, dat komt een beetje in de buurt van de keuken te zitten aan de achterzijde hier. Zo, en dat voegen we weer samen tot één object. En zo blijven we maar doorgaan. Overigens, als je iets samen hebt gevoegd en je bent niet tevreden met het resultaat, dan kan je ook de knop ernaast weer gebruiken. Dat is hier met dat vierkantje en het rondje waarbij dat lijntje er wel tussen zit. En dan wordt het eigenlijk ongedaan gemaakt. Zeg maar even. Oké, gaan we weer even kantelen, want het lijkt net alsof er nu geen raam in zit. Ah, en dat is ook niet zo. Dat betekent dat ik dus ongedaan moet maken. Ik moet dus ongedaan maken. Er is die weer. Heeft waarschijnlijk te maken met het verhaal dat ik hem niet diep genoeg door het huisje heen gedaan had. Ga ik nu wel doen. Dus even controleren aan de bovenzijde of die ook echt door de wand heen is. Ja, dat is die. Voeg ze weer samen. En ik zeg klik. En nu zit het raam er wel in. Dat is het keukenraam. Zo. Even aan de achterkant gaan we iets aparts doen. Daar gaan we een rondraam maken. Dus ik pak een cilinder. Ja, zul je zeggen, dat is leuk. Maar dit gaat zometeen niet werken. Nou, we gaan eerst even naar die rechterkant kijken. Het moet natuurlijk antimaterie worden, dus het moet een gat worden. Dus we gaan er een gat van maken. Dat is één. Het tweede is, we kunnen hem gaan kantelen. Als we goed kijken, zien we hier van die handgreepjes zitten. Dat zijn die halve cirkeltjes met die pijltjes eraan. En we moeten deze dus gaan kantelen, zodat we een rond raam erin krijgen. En dat is deze, als het goed is. Even kijken of ik daar gelijk in heb. Dan krijgen we die cirkel te zien. Ik kan de muisknop ingedrukt houden en ik kan... Oh, dan moet ik het wel goed doen natuurlijk. Dat deed niet goed. Ik kan vervolgens die cirkel gaan draaien. En dan zien we ook, ook dat ga ik laten zien, dat ook hier een maatgeving zit. Want deze cirkel moet natuurlijk 90 graden gedraaid worden. Want dan zit hij zo dat hij ook werkelijk door het raam heen kan. Of dat het door de muur heen kan. Dus 90 graden. En je ziet... Hij heeft nu de juiste plaatsing. Even kijken, hij moet omhoog. Want ook deze gaat een goede, nou wat zouden we eens doen. Deze gaat denk ik een 30 mm omhoog. Zo, even kijken, 30. En misschien willen we de diameter groter hebben. Nou, dat zou kunnen. Let op, als ik deze zou gaan veranderen die hiervoor zit...
dan wordt hij dus eigenlijk uitgetrokken, dan wordt het een ovaal. Dus ik moet eigenlijk allebei veranderen. Ik moet en naar boven veranderen en van links naar rechts. Dus als ik hem 25 wil hebben, verander ik deze in 25 mm. Je zult zien dat nu de cirkel een beetje vertrokken is. Maar als ik nu deze ook naar 25 mm vertrek, dan is de cirkel weer identiek. Nou, hetzelfde trucje. We gaan hem weer door de muur halen. Zo, even kijken. En we willen hem eigenlijk in het centrum hebben. Hè? Dat is ook wel aardig, dat hij in het centrum zit. Hij zit er trouwens nog niet doorheen, hè? Zie je dat? Dus is heel goed oppassen geblazen. We gaan hem er eerst doorheen brengen. Zo, dan gaan we terug naar die zijkant. En dan willen we hem in het centrum hebben. Dus we selecteren alles. We pakken wederom hierboven die rechthoekjes. En we zeggen, ik wil hem niet in het midden, want dan, je ziet ook al wat er gebeurt. Dan gaat hij naar het midden toe, dat wil ik hem niet. Ik wil hem wel daar houden, maar ik wil hem daar hebben. Daar moet hij zitten. Oké. En nu zeg ik, je mag dit weer samenvoegen tot één object. Hoppakee. Nou, de andere kant krijgt geen raam. Daar hoort eigenlijk de garage nog aan, dus die laat maar lekker zitten. Je snapt wat ik wil doen, hè? Oké. Ik heb hier nu dus de muren van mijn huis met de ramen en de deuren erin zitten. Nu wil ik er een dak op hebben. En dat dak, dat gaan we ook er even bij halen. Die zit er ook bij. Daar staat hier ook een roof. Ja. Zo, dus ik zet hem even erachter. Dan ga ik even de plaat omdraaien. Dus ik ga even naar de achterkant, want dan heb ik iets meer ruimte. We hebben namelijk dat object 80 mm breed gemaakt. Kunnen we nog even controleren door weer op die dingen te gaan staan. 80 mm breed. Dus we moeten als het dak, dat moet eigenlijk iets breder zijn. Dus we moeten eigenlijk, nou, dan weet je wat we doen. We gaan hem 86 mm maken in de breedte. Dus hoppakee, 86. Zo. En datzelfde, dus ik ga hem even naar het midden brengen. Datzelfde hebben we gedaan over die lengteas. Dus over deze as, ook die is 80, die gaan we ook op 86 brengen. Dus we gaan deze ook naar 86 doen. Zo. Ja. Is mooi, maar we zijn er nog niet, want hij moet natuurlijk omhoog. We hadden gezegd dat het object 60 mm hoog was. Dus wat moet ik doen? Ik moet hem 60 mm omhoog trekken. Nou, dat gaan we even doen. Zo. En nu zit hij dus, als het goed is, precies op de juiste hoogte. Alleen, ik vind het dak nog niet mooi. Dit is niet echt een dak, hè. Dit is nog niet echt een dak. Ik ga hem er wel eerst bovenop zetten. Dat ga ik even doen, zodat we het wat meer inzichtelijk krijgen. Nou, dit is nog niet zo mooi, maar dan gaan we wel weer hetzelfde doen als we de hele tijd gedaan hebben. We selecteren alles. We pakken de tool om hem uit te richten. En we zeggen, hij moet in de breedte in de midden zitten. En hij moet in de lengte in de midden zitten, maar niet in de hoogte, want dat is niet goed. Dus dit is eigenlijk de goede oriëntatie voor het dak. Maar het dak is niet goed. Het dak moet wat meer punterig zijn daarboven. Dus wat gaan we nu doen? We gaan even die functie weghalen met die bolletjes. We klikken het object aan. En we gaan hem eens een, laten we het eens naar 30 brengen. Hij staat nu op 10 mm hoog. Nou, even naar 30. Even kijken of dit dan mooi is. Wordt al beter. Wordt al beter. We gaan er 45 van maken. Kijken wat hij dan heeft. Ja, kijk, dan hebben we een dak. He? Hij is niet hol, dat zou je natuurlijk nog kunnen doen, maar ik doe dat even niet. Vervolgens ga ik die twee weer samenvoegen. Dus ik selecteer ze weer allebei, samenvoegen van het object. En voilà, we hebben één object. En dan kunnen we ook zien dat het één kleur nu is geworden. Met een holle binnenkant en een dak bovenop het huis. Blijft er nog één ding over. En dat is de schoorsteen. Nou, dus gaan we doen. We pakken een schoorsteen. Wat willen we? Een ronde of een vierkante? Laten we eens een ronde doen. Want ik heb eigenlijk nog iets wat ik je wil laten zien. Dus ik pak een cilinder. Dit keer wel materie. Geen antimaterie. Maar als je heel goed kijkt. Dan zie je dat die cilinder eigenlijk uit rechte lijntjes bestaan aan elkaar. Zodat hij een soort met een beetje van hoekig aan het worden is. Nou, dat kun je aanpassen. Als je hier linksboven kijkt bij die shape, dan zie je het aantal sides. En als je dat nou zo hoog mogelijk maakt, dan wordt je object zo rond mogelijk. Nu is die ronder dan alle andere. Dan het volgende wat we gaan doen. Want dat is wel aardig. Maar we hebben nog zo'n cirkel nodig. Dus ik maak dezelfde cirkel nog een keer. Dit keer doe ik het door te kopiëren. Dus Ctrl-C,
Ctrl-V. Dan heb ik er twee. Die ene die klik ik even weg een stukje. En die ga ik dan ook hol maken. Ja. Nou is op dit moment, is die cirkel, die heeft een diameter van 20 bij 20. Dat is een beetje groot voor een schoorsteen. Maar ik laat het wel even. Ik ga eerst even dat gat in die schoorsteen namelijk maken. En als dit 20 bij 20 is, millimeters. En ik wil dat de randen 2 mm zijn, dan moet de diameter van het gat 16 mm zijn. Dus wat ga ik doen? Ik ga beide kanten 16 mm maken. Zo. Nu ga ik die twee objecten samenvoegen. Het is nog steeds niet wat we willen hebben hoor. Laat ik dat voorop stellen, want hij moet nog in de hoogte en eigenlijk is de maat nog niet goed. Maar dat kunnen we zo aanpassen. Ik voeg ze weer samen, maar dat ga ik eerst doen door hem natuurlijk weer goed uit te richten. Dus weer deze en deze, dus niet de hoogte, want de hoogte is niet interessant in dit geval. Dit nu wel. En als ik dat gedaan heb, ga ik ze weer allebei selecteren en ik voeg ze samen tot één object. En voilà, ik heb nu dus een holle buis als het ware. Ja, oké. Nou, dan gaan we nog die schoorsteen de juiste maten geven, want dit is een beetje groot voor een schoorsteen. Nee? Dus wat gaan we doen? We gaan deze schoorsteen wat kleiner maken. We gaan hem, ik denk 10 bij 10 maken. 10 aan de ene kant, 10 aan de andere kant. En nu heb ik hem wat more decent schoorsteentje. Ja, nu nog de hoogte. Kijk, om te beginnen wisten we dat dat huisje 60 mm hoog was. Laten we hem daar eerst maar eens naartoe brengen. Laten we hem maar eens naar die 60 mm brengen. Dus ik ga hem omhoog trekken. En ik verander dan vervolgens die waarde gewoon handmatig naar 60. En dit is de waarde dat hij op de hoogte van het huis zit. Maar ja, je ziet al dat als je hem erin gaat zetten, dan zit hij eigenlijk te diep. Dus hij moet nog veel hoger. Maar dat gaan we heel eenvoudig bereiken door zeg maar de hoogte van het object van 20 bijvoorbeeld om maar eens te beginnen naar 40 te zetten. Kijk, want we hadden dat dak sowieso solide gehouden. Dus ik kan nu die schoorsteen gewoon plaatsen, ergens op dat dak. Nou, bij de keuken maar, hè, want dat was de plek. En ik vind 40 mm nog niet genoeg. Hij moet nog wel een eindje verder omhoog, want Sinterklaas moet er door kunnen. Dus we gaan hem 60 maken. Eens kijken wat dan gebeurt. Even kijken of dat niet te hoog is. Ja, dat is wel een beetje hoog, hè. Dat is een beetje te hoog. Dus we gaan hem 50 maken. En nu hebben we een ronde schoorsteen die alleen nog moet worden samengevoegd met ons huis. Dus wat gaan we doen? We selecteren weer alles. En we voegen het samen tot één object. En voilà. Ik heb een huis. Ik zal even uitzoomen. Ik heb een huis met een schoorsteen erop. En of het nou de juiste proportie is of niet, dat maakt me eigenlijk even niet zoveel uit. Het was even om je te laten zien hoe dit eigenlijk werkt. Ja, nu wil je dit nog gaan downloaden om te gaan printen. Nou, dat is niet zo moeilijk meer. Je gaat dan in Tinkercad naar de linkerkant van je scherm toe. Zo. Daar waar dat icoontje van Tinkercad. In elk geval, als je op dat icoontje van Tinkercad hebt geklikt hier, dan kom je hier weer in mijn galerij terecht. En daar kan ik klikken op het huisje Tinkercad. Dan krijg ik hier onderin de optie download. En als ik dat aanklik, dan gaat hij mij vragen of ik een STL, een OBJ of een SVG wil hebben. Ik wil een STL hebben. Vervolgens kan ik het aanklikken. Hij vraagt mij of ik het wil opslaan. Dat doe ik. Ik sla het op mijn bureaublad, in mijn geval als het huisje Tinkercad. Ik klik op opslaan. En dat was het dan. Vanaf hier kan het naar een slicer en kan het geprint gaan worden. Je begrijpt, Tinkercad is een programma waarbij je vooral heel veel fantasie moet hebben en je fantasie moet gaan gebruiken. Het is niet moeilijk om te leren, bijna alles is ermee te ontwerpen. Alleen als ontwerpen echt nog meer op de millimeter gaan zijn, dan kan Tinkercad lastig worden. Maar als basis is dit ontzettend leuk om mee te werken. Heel veel plezier daarmee en succes. Dag!